Hallo, hier is de eerste aflevering van Terschelling TV Jeugdjournaal. Ik ben Thijs Wiersma. Ik ben Joep de Bakker. Ik ben Bram Moes. Deze aflevering gaat over het Sinterklaasfeest op het Hunnengouwe Schat. Zoals jullie misschien gehoord hebben, in het grote Sinterklaasjournaal waren de pakjes en ook veel eten tijdens de storm overboord geslagen. Daarom hadden wij van het Hunnengouwe Schat een restaurant geopend, zodat de pieten, als ze op Terschelling waren, een beetje op kracht konden komen. Voordat Sinterklaas aankwam, was er ook door alle kinderen keihard gewerkt. Zo hadden ze ervoor gezorgd dat er tomaten waren, mandarijnen, appels en peren. En ze hadden een grote gezonde shake gemaakt voor alle pieten. En de Sint en de pieten vonden het allemaal erg lekker. Wij van het Terschelling TV-journaal zijn de Sint en pieten ook nog tegemoet gevaren. Om te kijken hoe het ervoor stond. We moeten naar Simon, want die kan ons naar Sinterklaas brengen. Ja. Waar woont hij? Daar toch? Ja. Kom, dan moeten we daar naartoe. Weten jullie welk nummer? 56. Oké, dan bellen we daar aan. Wil jij je aan, Thijs? Ja. Ga er maar in. Oh, deze. Oh, hier. Simon. Ja? Kun je ons naar Sinterklaas brengen? Dat is aan de hand. We moeten naar Sinterklaas. Oh. We moeten hem interviewen. Oké. Als eten zo overboord geslagen. Oh jee. En alle pakjes. Nou, dan moeten we maar even met de snelle boot jullie die kant opbrengen, denk ik. Ja. Dan ga ik die jas aan doen. Ja. Oké. Dan stop ik even met werken. Ja. Nou, dan moeten we maar gauw heen. Jullie weten waar de orgel ligt? Ja. 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 Dan doen we de deur gesloten. Ja. Nou, lopen maar, jongens. Storm, wat heeft u meegemaakt? Ja, het heeft inderdaad heel hard gestormd. Hele harde wind met hele hoge golven erbij. En toen is inderdaad een heleboel overboord geslagen. Ja, dat is wel erg. Ja, inderdaad. Want dat is dan weer zoeken daarna natuurlijk om het allemaal weer terug te vinden. En pieten waren vast uitgehongerd. Dat klopt, ja. Want er was ook een heleboel eten overboord gegaan. Dus ja, wat moet je dan? Scheepsbeschuit. Nou, daar word je niet dik van, hoor. Nee, dat is echt droog brood eten. Ja. Hebben ze alleen maar pepernoten gegeten of ook scheepsbeschuit? De pepernoten zijn eigenlijk voor de kinderen, toch? Ja. Ja, als je erg honger hebt, dan denk ik dat je toch ook wel eens even een pepernootje wil hebben, ja. Ja, want die pieten die daar werken bij de pepernoten, die denken wel van soms wat stelen. Ik denk dat die af en toe wel eens even een pepernootje zelf lusten, ja. Vooral als je een beetje honger hebt natuurlijk. Hoe lang werkt u eigenlijk over Sinterklaas? Nou, eigenlijk wel heel wat jaar ondertussen. Ik ben zelf de tel een beetje kwijt. Oké. En vindt u het ook leuk? Ja, dat is hartstikke leuk toch? Mm-hmm. Ja, er zijn altijd blije kinderen op de kant en ook muziek en gezelligheid. Gebeuren dat al het eten overboord is verslagen? Nou, weet je wel hoeveel wind dat was op zee? Het was heel veel wind. Die boot die ging van links en dan naar rechts. We gingen bijna een kopje onder met de boot. Alle cadeautjes zijn overboord gevallen. Dat is wel eng. Heel eng. Maar het ergste vind ik, die cadeautjes vind ik niet zo erg. Oh nee, maar dan kunnen de kinderen toch geen cadeautjes meer krijgen?
Nee, maar dat wij geen eten hebben, dan krijgen we een hele lege buik. Maar jullie hebben nog wel pepernoten, hoop ik. Ja, maar als we daar aankomen, wordt Sinterklaas heel boos, want die zijn voor de kinderen. Ja, maar de cadeautjes ook. Ja, maar die kunnen we wel weer uit het water vissen. Oké. Maar het eten, dat zinkt altijd naar de bodem. Oh ja. En dat is dan weer vissenvoer. En plastic komt er dan tussen zeker. Ja, dat kunnen we ook niet hebben. Nee, dat drijft wel. Maar wat heb je nu eigenlijk onderweg gegeten? Nou, we hebben op de rand van de boot gezeten. Ik zal het even laten zien, zo. En dan proberen vissen te vangen. En we hebben geprobeerd om alg. Alg? Alg. Dat lijkt een beetje op sla. Oké. En had jij ook alg? En stiekem pepernoten. Oh, stiekem ook pepernoten. Oké. Hadden jullie geen magnetron eten mee? Wat? Magnetron eten. Wat? Voor in de magnetron. Wat? Magnetron eten voor in de magnetron. Dat je dat kan eten. Magnetron? Magnetron? Ja. Dat is? Dat is een soort oventje waar je spullen in op kan warmen. Nee, maar de oven gebruiken we om pepernoten te bakken. De oven is voor pepernoten. Ja, maar dit is een kleine, een mini-oven. Een mini-oven? Maar daar past er toch helemaal geen zoveel pepernoten in? Nee, maar wel eten. Ja, maar de oven is voor pepernoten, niet voor eten. Maar dit is een mini-oven. Zijn jullie nog wel in staat om pakjes rond te brengen als je een week niet gegeten hebt? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik kan proberen om eventjes over deze loopplank te lopen. Dat doen we net alsof dat een dak is. Hij moet zomaar niet het dak op, deze Piet zo. Hij moet eerst maar eten. Hebben bij ons op school op het Hunnegouden Schat hebben we ook een restaurant gemaakt. Hebben jullie ook een oven? Een restaurant bij jullie op het Hunninghouden Schat. Oh, dat komt heel goed uit. Ja. Want wij komen op het Hunninghouden Schat. Jullie komen daar eten, toch? Komen we daar eten? Ja. Sinterklaas! Piet! Waar zijn ze nou allemaal? Nee, jongens, gaan we eten. Eten zijn hier? Ja, eten. Op het Hunninghouden Schat. Ik heb erbij. In Midsland. Eten. Ja, eten. Echt van die hele grote borden vol met eten. Ja. Ja. Geen pepernoten. Nee. Nee. Geen zeewier. Nee. Echt eten. Ja, eten. Gemaakt door de kinderen uit Midsland. Nou, dan denk ik dat wij straks maar gelijk doorrijden. Ja. Dan doen we er gewoon, dan komen we van de boot af. Uh-huh. En dan regelen we even een taxi. En dan gaan we gewoon gelijk naar de school. De school is dicht. Het is weekend. Een heel hoog restaurant, kun je daar ook eten? Nee, dat is de vuurtoren. Daar houden ze. Dat is toch heel gevaarlijk? Vuur op een toren, dat is toch heel gevaarlijk? Nee, vroeger deden ze dat. Alleen nu gaat het met een licht. Met een licht? Ja. En die gaat 's avonds aan. Waarom heet het dan niet lichttoren? Ja, omdat het vroeger heette het een vuurtoren. Vuurtoren, omdat ze dan vuur aanstaken, gingen ze met een spiegel heel de tijd zo. Nou, en dan zo heel in en weer. En dan konden de boten op het zee konden zien dat daar het eiland lag. Oh ja. En ook van die touwen die we hier op de boot ook hebben? Van die hele grote, dikke touwen. Deze? Ja, dus wat daar hangt. Ja, dat. Ja, die kabel. Ja, die kabel. Maar dan van touw. Van touw. Ja. Heeft u wat met de storm meegemaakt? Nou, elk jaar is het een verrassing wat voor de weer we krijgen als we naar de Schelling gaan. Maar de storm was wel weer hevig, maar vandaag gaan we het heel erg treffen, denk ik. En ik hoorde ook dat het grote boek en het eten overboord was geslagen. Ja, komt dat nog goed? We hebben weer een ongeluk gehad. Elk jaar gebeurt er wel iets. En nu zitten we een beetje krap. De Pieten moeten eigenlijk leven op een rantsoen van pepernoten. Maar ik denk dat ze het gaan redden. Maar ze zeiden dat ze geen pepernoten mochten. Nou ja, maar ik denk dat ze stiekem af en toe wel één in de mond duwen, hoor. Want als ze honger hebben, dan is het heel erg moeilijk om eraf te blijven. Ja, wat eet u de laatste tijd? Nou, heel veel Spaanse paella. Daar hebben we nog een klein beetje van. Maar ja, als je dat 7 dagen in de week eet, dan wil je ook wel eens wat anders. En misschien wordt het wel boerenkool met worst hier in Nederland. Maar dat vind ik ook heel lekker. Maar ja, we hebben het nog niet. Dus ik hoop vanavond in Hotel Nap
nog wat te kunnen eten, boerenkool met worst. Maar heeft u al gehoord dat op de Hunninghouwer Schat nu een restaurant is gebouwd? Oh, dat gaan we treffen. Daar ga ik deze week nog naartoe. Ja. Dan kunnen we misschien meegenieten van een uitgebreide maaltijd. Boerenkool met worst of zuurkools met spek. Op het Sinterklaasjournaal staat dat zeggen ze dat de ring aan de rechterkant moet. De ring aan de rechterkant? Heeft u dat ook? Nee, ik heb de ring altijd aan de linkerkant. Oké. Okay. Links, Sinterklaas is links dragen. lust u ook pasta van Pasta en Zeekantine van meester Gert-Jan? Pasta, ik moet het gaan proberen. Ik heb het dan niet geprobeerd. Het moet heel lekker zijn, hoor ik. Uh-huh. Ik heb gehoord dat meester Gert-Jan dat draait met een molentje. Ja. En dat is heel speciaal. Uh-huh. Maar moet hij het maken of maakt zijn vrouw het? Nee, hij en zijn vrouw werken als het goed is samen. Doen ze dat samen? Ja. Nou, ik, het is een beetje Italiaans, denk ik, hè? Maar goed, mm-hmm. Ik pas mij aan. Ik ga het proberen. Ik hoop dat... Is meester Gert-Jan ook in Midtland op school? Ja, die... Dan wordt het misschien toch een pasta-etentje in plaats van een boerenkool-etentje. Ik wacht af. En heeft u ook bijbaantjes? Bijbaantjes? Nou, Sinterklaas is eigenlijk nu helemaal vol met het Sinterklaas. Maar als ik in Spanje ben, dan beun ik ook wel eens een beetje, ja. Oké. Okay. Maar dat doe ik eigenlijk meer in de bediening en zo. Ja. En heeft u ook een vrouw? Nee. Vandaar de ring ook aan die hand. Ik ben getrouwd met het celibaat en ik heb geen vrouw. Okay. Ik leef celibatair. En krijgt u ook wel eens cadeautjes op uw verjaardag? Ik krijg ook wel cadeautjes. Maar ja, na 340 jaar komt er een beetje de slijt in. En dan weten ze niet wat ze me moeten geven. Okay. En Hollandse klompen heb ik ook al. Dus helaas wordt het voor de Pieter elk jaar moeilijker om iets nuttigs te bedenken. Mm-hmm. Maar ik vind het feestje al heel leuk. Oké, dank u wel. Er zit niks erop. Zo, die golven. Hou je vast. Hou je vast. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Ja, natuurlijk. Je weet eerst niet zeker of hij echt wel gaat komen. En nou, even kijken of hij een goed humeur heeft natuurlijk. Ja. En jullie mochten maar zo mee op de boot. Ja. Dat is ook wel wat. Ja. Je alle pakjes zien liggen. Maar die zijn overboord geslagen. Is dat zo? Dat is niet zo mooi. Ja, ik hoor al zoiets. En ook al het eten. Nou, we kijken of het nog goed komt. Ja. Van harte welkom op de scherm. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Is het geen mooi gezicht hier zo? Het is een heel mooi gezicht, burgemeester. En toen we hier vanmorgen heen voeren, kregen we nog een regenboog boven de eilanden. Het was weer geweldig. Het leek wel dat ik op vakantie ging, jongens, naar de Schelling toe. En ik denk ook dat de hele week een groot feest gaat worden nu ik op de Schelling ben. Want ik wil bij jullie allemaal langskomen op school en dan maken we er één groot feest van. Want ja, ik word wel een beetje ouder, maar ik ben gek op grote feesten. En vooral op mijn verjaardagsfeest. En die boot, hè, die waar u mee kwam, die kennen de kinderen natuurlijk. Maar daar zitten nou alle pakjes voor de Schelling in. Er zit het grootste gedeelte in, maar er zijn nog veel kinderen die moeten nog hun verlanglijstje inleveren. En de komende week komt de Vlas en de TST met de nagekomen bestellingen.
En er is zelfs nog een Piet geregeld voor, als ik weer van het eiland afga, voor de after sales, noemen ze dat. Zijn jullie allemaal goed gezond? Zou ik iemand vragen? Een wortel voor de paard, Piet. Een wortel, zeg. Kun jij hem even bewaren? Dank u wel, jongens. Marlies. Piet. Hoofdpiet. Hoofdpiet. Deze tekening is van Marlies, maar de naam staat er niet op. Oh, Marlies. Daar is jullie thuis, schat. Hallo, jongens. Ja, Piet. We moeten ze volgen. Hij heeft net gescheten. Mag wel, hè? Kan wel heel goed, hè? Vindt u het spannend? Ik vind het vreselijk spannend. Weet je wel wie er komt dan? Ja, Sinterklaas. Nee, ben ik niet zo bang, maar voor Zwarte Piet. Hoezo? Ik ben niet zo lief geweest dit jaar. Vindt u het spannend? Ja, best wel. Want hij komt er nu ook al bijna aan, hè? Oh, dat wist ik nog niet. Ik voel me fantastisch. En jij? Ja, mooi. Ja, want er zijn zoveel kinderen altijd hier. Zie je dat wel? Heb je wel achtergekeken? En allemaal mensen van de wal af en... Prachtig. Op de boot ook heel veel. Op de boot ook heel veel. Ja. Hey, hallo. Heb jij al pepernootjes gekregen? Ja. Nou, geweldig natuurlijk. Ja. En jullie dan? Ja, ook. Het is toch prachtig dat Sinterklaas weer hier is. Ja. Met zijn pieten. En gaan jullie schoen zetten? Ja, tuurlijk. Nou, hartstikke. En zingen, hè? Ja, heel hard. Oh, dat weet ik. Dank je wel. Kom, mag ik schuim kersen? Oh, dacht ik jij. Welkom Sinterklaas en de blauwe Pieten, die zijn heel mooi gekleed zijn. Ziet er prachtig uit. Nou, het is lekker druk. Ik heb gehoord dat de kinderen op school ook hun best hebben gedaan het afgelopen jaar. En ook thuis hebben ze dat goed gedaan. Dus wat dat betreft mag er van de burgemeester van Midstand de schoentjes klaargezet worden. Want dat hebben ze wel verdiend. Jaren van uw stad met 81. Nou, ik vind het een verstandig besluit. Ook ik word ouder. Maar ik blijf komen hoor. Ik ben er volgend jaar toch weer. En dan hoop ik u hier gewoon te ontmoeten. Als gewoon burger. En niet meer als eerste burger van Midstand. Ik ben heel benieuwd hoe de verkiezing voor de volgende burgemeester in Midstand gaat verlopen. Sinterklaas wordt nieuwe burgemeester. Er wordt een nieuwe burgemeester benoemd, denk ik, hier in Midstand, de hoop in. Sinterklaas. Weer op het Hunegouwenschap. 4 december. 4 december. En dat doen we tegenwoordig vanwege de lesrooster doen we dat 's morgens. 's morgens, Sint. En we blijven ook lunchen. Blijven ook lunchen. Ja, we hebben de laatste tijd niet zoveel eten gehad, dus... Zijn we uitgenodigd om te blijven eten? Ja. Oh, dan moet ik mijn baardslak mee hebben. Ja, ik zal eens even kijken of ik hem nog kan vinden in de kast. Ja, want Sinterklaas knoeit wel eens wat onder het eten en dan komt er in zijn baard. En dan kun je aan de kleur van de baard zien als we macaroni gegeten hebben. Hebben jullie dat ook wel eens? Luister! Ja, toch maar! Hoe vindt u dat Sinterklaas komt? Ik vind het hartstikke leuk, als hij maar wel met echte Zwarte Pieten komt, want anders vind ik er geen moer aan. Zwarte Pieten, ja. Echt gewoon zwart helemaal. Goed, zo hoort het. Ja. En ja. Geen Roetvee, geen Witte Piet. Nee, ook niet. Gewoon, dat hoort niet. Hij heet toch ook geen Witte Piet, hij heet Zwarte Piet. Nee, Zwarte Pieten! Rennen! Kom er achteraan! Het Sinterklaasje naam, het Diemertje Blok! Kom, rennen! Zwarte Piet! Wat doe je? Ja, wij mogen altijd die taxi lenen. Ja, maar je hebt toch geen taxibewijs. Dan moet je tegen niemand niet filmen. Ja, maar jawel. Nee, niet filmen. Ja. Dat mag niemand weten. Oh. Anders komt de politie en dan mag het niet meer. Ja, maar... Film maar. Ik zou u zeggen, ik ben heel blij dat ik weer in Horen ben. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar als wij hier aankomen, kwamen we altijd onder begeleiding van de politie. En de laatste jaren zien we dat de politie echt niet meer nodig is.
het is één groot feest om op de Schelling te zijn. En ik begin altijd op West om iedereen uit te nodigen om ook mee naar Horen te gaan. Dit was het eerste Terschelling Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken.